Ik ben Sonja Flipsen en ik geef een jaar of 12, 13 hier les aan 2 groepen in schilderen. Iedereen schildert zijn eigen... Hier in de geest. Hier in de geest. Ja. En iedereen schildert zijn eigen ding. Het is puur voor plezier. Je kunt met acryl, met aquarel, met pastelkrijt. Alles mag, alles kan. En ja, het resultaat hangt hier regelmatig in de geest van de mensen die dat werk maken. Dat zijn regelmatig exposities? Ja, en die blijven meestal zo'n 2 maanden hangen. En dan is er is nog een aquarelgroep, die is niet van mij, maar die zit op een andere dag. En die exposeert dan ook, dus het is om en om. Ja, ja. Wij 2 maanden en dan zij 2 maanden. Dat regelen we onderling een beetje. Wordt het ook bekendgemaakt? Dat denk ik niet. Die kan gewoon komen kijken wanneer het is voor iedereen die binnenloopt. Je kan gewoon een rondje maken en kijken. Maar er hangt altijd wat. Er hangt altijd wat. Dat is wel de bedoeling. Ja, oké. Okay. Je kan nog aanmelden voor zo'n cursus? Of, Voor de dinsdagochtend kan ik nog wel wat mensen gebruiken. Maar de maandagmiddag zit... Tot aan de rand vol. Ja, ja. En waar kunnen ze dan aanmelden? Bij Wilma. Hier in de geest. Hier in de geest. Gewoon even melden. Ja, dus vraag geen website of een telefoonnummer? Of, Ik heb wel een telefoonnummer, maar ik heb geen website. Nee, okay. Ik ben ook geen gediplomeerd docent. Nee. Ik ben zelf ook een amateur. Ja, ik vind het gewoon puur voor de gezelligheid en voor het enthousiasme van de mensen die het heerlijk vinden om bezig te zijn. Ook voor de gezelligheid. Ja. Op de maandagmiddag heb ik 16 mensen als ze allemaal komen, dus dat is een volle bak. Leuk. En dat is hartstikke gezellig. Ja, dankjewel.